Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij hebben vandaag weer wat gekocht op de Polenmarkt. Dat hebben jullie, ja, jullie hebben afgelopen zondag hebben jullie kunnen zien dat we echt best wel veel hebben ingeslagen. Dat was veel meer dan hier nu. Maar nu hebben we best wel wat dikke dingen gehaald om even los te doen. En we gaan straks nog naar de Polenmarkt, maar daar hebben we helemaal geen tijd meer om een collectievideo te schieten. En we hadden dit nog liggen en ja, de rest is in beslag genomen. Komende zondag, mensen, kunnen jullie zien dat wij waren gepakt door de Poolse politie. We moesten best wel veel inleveren. Hallo, witte. Maar we hadden een deel nog hadden we hier liggen. We waren onder die 2,5 inches en die pot en nog wat dingetjes. En we hadden nog wat bijgehaald, maar we gaan straks, dus, hoe ik er net al zei, gaan we naar de markt weer en dan gaan we weer inslaan. Want dit is natuurlijk nog lang niet, het is nu ochtend. Dus we hebben nog een lange boeg te gaan. Maar in ieder geval, ik wilde toch dit even met jullie delen. Dat we toch nog even een collectievideo voor jullie hebben. Allereerst heb je hier pakjes Dumbum. De meeste zitten al hier aan. Dit is een matje, zelfgemaakt matje met tie wraps. Dan heb je een cirkelblis aan het eind. Die gaan we ook afsteken in een video. Dumbum, twee pakjes. Cool Salute. Dat is de 2016 versie volgens mij, de nieuwere versie. Circo Blitzies, mensen, dat vind ik echt vet vuurwerk. Ik zeg eerlijk, dat is mijn favoriete vuurwerk. Bon, die zijn 2 euro of zo, weet ik veel. Echt, het stelt niet zoveel voor. Volgens mij zit er, even kijken, staat er niet eens op. Ja, 60, nou, dat klopt niet. Kat 2 in ieder geval. Ik zie niet 1, 2, 3 wat erop staat, hoeveel gram per stuk. Maar ze stellen niet zoveel voor in ieder geval. Hier hebben we een dikke cake. Nou, ik vind hem best wel ziek. Van Jorgen, JW162, 19 shots. 14 euro en hij is 256 gram. Nou, dat krijg je in Nederland, kreeg ze daar een hartverzakking al van. Wat hebben we nog meer? 4 Cobra 6. Even eentje laten zien. Dat is de originele met een keurmerk. Mogen dus ook gewoon in Nederland afgestoken worden. Geintje natuurlijk. Oranje rookbom. We hebben er wel meer, zoals jullie hier kunnen zien. Rood, blauw, geel, oranje nog en groen. Hadden we ook een hele zieke video meegemaakt, kunnen jullie binnenkort zien. Hier hadden we ook nog een pakketje. Een tijger erop, Tiger Boom. Ook zo'n, weet ik veel wat, zo'n poepding. 3,5 gram per stuk zie ik hier staan. Poolse nitraten zijn dat. Hier een pakje Crazy Robot. Dat zijn ook een van mijn favorieten, samen met de PS5 en de, ja, dat soort dingen, die zijn echt ziek. Hier nog 4 pakjes Dumbum. Ja, die gaan we allemaal afsteken. 3 pakjes Cola Salute hebben we hier nog. Daar lag er ook al 1, dus we hebben er 4 in totaal. Even kijken. Ja, alles staat in het Pools op. Als het in het Nederlands opstond, dan was het legaal. Natuurlijk niet. Niet dat er dadelijk reacties komen. Ja, wat ben je dom. Dat was een grapje, mensen. Apple 3 Small. Van de Original. De oude vertrouwde, zo'n klein pakketje. Jorgen. Wat was dit ook weer? TXP 0100. TXP 0100 hebben we hier. 40 per stuk in een doosje. Die zijn goed, hè? Zeker, een harde knal. 2 pakjes hebben daarvan, dus 80 stuks. Oh, hier hadden we nog meer cirkelblitsjes, joh. Hier hadden we nog 5 pakjes cirkelblits. 5 keer 6 is 30. 30. En daar nog 5 is 35 cirkelblitsjes hebben we. 37 zelfs. Ja, dat is nog. Oh ja. Hier hebben we Mega Piratka, oftewel P2000, een pakje, hier nog een pakje van. Dit is een hele aparte, ben ik benieuwd naar, Mega Boy Profi, maar dat is een mini versie. Met zo'n fuse hier zo, ik ben echt benieuwd hoe die knalt. Hier hadden we nog 3 zilverkrijsblits. Jullie weten wel wat het is, zet geen lontje aan, mochten jullie deze ooit kopen. Zet dan nooit een aansteker tegen dit aan, want dan ben je de lul. Ik weet niet of dat zou afgaan, maar ik zou dat niet proberen. Altijd even een viscootje opplakken, zo doen wij het in ieder geval altijd. En dan krijg je een titanium effect krijg je op de grond. Hier zie je nog een aantal losse knallers, zoals de Cola Salute Extra Loud. Oftewel extra koud. Uit Polen, die andere is uit Duitsland, nee grapje natuurlijk. Zijn leuke knallers. Zijn heel goed afgewerkt. Er komt echt geen kruid uit. En hier zie je nog een aantal P2000 los, FP3 smalletjes en zo. Dat soort kleine shit. Hier, hoeveel shells zijn het? Weet je dat? 16. 16 2,5's.
Toch? Ja. Nou, hier een voorbeeld ervan. Silver Chrysanthemum hebben we. Ik ga niet elk effect opnoemen, maar pak er toevallig even nog eentje hier zo. Die is uit het papier, uit het zakje gehaald. Levensgevaarlijk natuurlijk. 2,5. Color Strobing Gold. Zo, daar hebben we er dus 16 van. En hiernaast, jullie zullen wel denken waarom zoveel, maar hiernaast zie je hoeveel, weet je dat? 80. 80. Anderhalf, hè? 80, anderhalf inch shelletjes van die kitjes. We hadden echt zo'n stapel met kitjes. En het zijn er dus 80, dus daar kunnen we mooie projecten mee maken. Dus ja, dat was het wel zo'n beetje. Toch? Ik ben niks vergeten, toch? Nee. Dan zal ik het even nog even snel laten zien aan jullie. Van boven, zoals ik altijd doe. Mooie collectie. Daar hadden we nog trouwens een Visco-rol. Die kost hier echt geen drol. 10 euro voor 100 meter. 100 meter, ja. 100 meter of zo. Wel nice, man. In ieder geval, mensen, komende zondag staat er weer een Polenvlog online met politie. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ja, hè? Sowieso. Met politie. En geloof me, we werden hardhandig tegen de motorkap gesmeten en dat staat allemaal op beeld. Dus ik zie jullie komende zondag om 12 uur. Ciao.